Krijg jij een e-mail die je niet helemaal vertrouwt? Klik dan niet zomaar op een link of op de bijlagen die erbij zitten. Met die linkjes en met die bijlagen kunnen hackers software op jouw computer installeren, dus jouw computer hacken. Of ze kunnen jouw inloggegevens buitmaken. Als je een e-mail krijgt, kijk dus altijd eerst waar die vandaan komt, of het logisch is dat je die e-mail krijgt en of het sowieso noodzakelijk is om op een linkje te klikken of een bijlage te openen.